Welkom bij Dat Verdient een Bloemetje. Vandaag ga ik weer op pad en ik ga even kijken of mijn bloemetje al klaar staat. Kijk, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Gaan we weer iemand blij mee maken? Denk toch wel. Nou, ik ben hier bij Yvonne. Yvonne, vertel eens even, wie ben je, wat doe je? Ik ben Yvonne en ik woon eigenlijk in Hoogerijden, maar ik ben het grootste gedeelte van de vrije tijd ben ik hier in Oud-Gastel, omdat mijn vriend hier woont. Ik kende hier niemand. Ik ben van origine taxichauffeur in Bergen op Zoom. Maar ik ben hier dus komen bijwonen, nog niet helemaal, maar dat ik dus hierbij gekomen ben. En ik heb daar leren kennen onze buurvrouw. Althans, de dochter van de buren, want de buren zijn ondertussen overleden. En dat is Karel Hagenaars. En ik zag een filmpje op Facebook en ik dacht, ik ga al reageren. Want ik vind dat Karel Hagenaars wel een bloemetje verdient. Ja, want ik heb begrepen dat je best wel een speciale band met haar hebt opgebouwd. In die tijd dat ik nu hier kom wel. Want ja, in de tussentijd, de ouders woonden dan hiernaast. En die waren hulpbehoevend. En totdat ze dus echt niet meer konden, hebben ze hier dan nog wel samen gewoond. En toen zijn ze naar Oudenbosch vertrokken. En vlak daarna zijn ze eigenlijk alle twee overleden. En ondertussen heeft haar dochter ook een ernstig ongeluk gehad. Daar heb ik ze geprobeerd om te steunen. En de andere dochter is van Duitsland naar Canada geëmigreerd, dus zodoende dacht ik van dit is gewoon echt iets voor Carla. Ik vind dat ze het verdient. Nou, dan gaan we het bloemetje maar eens brengen bij Carla. Gaan we eens kijken of ze thuis is. Ik ben benieuwd hoe ze het gaat vinden en denk dat ze het wel heel erg leuk gaat vinden. Kijken of ze thuis zijn, hoor. Komt al iemand aan. Goedemiddag, meneer Hagenaars. Is mevrouw Hagenaars ook thuis? Ja. Wilt u even bij de deur komen, mevrouw ook? Momentje, hoor. Volk, aan de deur. Hallo, goedemiddag. U bent Carla? Carla Hagenaars. Ja, hallo. Ik heb een vraagje of u eventjes tijd heeft voor ons. Wij zijn van TV Haldenbergen. En ik heb iemand en die wil u iets aanbieden. Oké, okay, ja. Buurvrouwtje. Hi Carla. Hi. Dit was dus een surprise. Oh. Ik had een filmpje gezien op Facebook. Ja. En dat was van Sanne. Ja. Maar dat verdient een bloemetje. En ik vond dat jij na alle ellende van het afgelopen jaar... Oh. Ja. Wel een bloemetje verdient had. Ja. Dus bij deze vrouwtje. Bedankt. Het is u heel hartig gegund. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Heel blij mee. Ja, heel blij. Ja, ze schreef ons dat ze vond dat u wel een bloemetje verdiende. Ja. En we hebben het net begrepen, het verhaal. Maar zo te zien komt het goed terecht. Ja, dat is echt. Nee, hartstikke bedankt. Ja. Nou, heel veel plezier ervan. Zet hem mooi neer. Ja, en we hopen dat u een fijn weekend heeft. Jawel. Onze dochter is over uit Canada met haar man. Dus het is een heel leuk weekend. Ja, had ik begrepen dat zij ook nog zwanger was? Ja, het is zwanger. Ja, dus. Speciaal dat dan? Dat is goed begonnen dit jaar. Met goed nieuws begonnen. Ja. Echt afsluiten van 2014. Want dat was echt... Dat was echt een hel. Ja. Ja, en je ouders verliezen in 6 weken tijd. En je oudste dochter, zwaar hersenletselongeluk. Ja. En het gaat wel goed nou met uw dochter? Ja, dat gaat goed. Ga weer werken, dus... Ja. Nou, dat is positief, ja. Jawel, dat is ook zo. Ja. Nou, mag er dit bloemetje een kleine positief... Ja. Hartstikke bedankt voor het bloemetje. Graag gedaan. Ik ben er heel blij mee. Graag gedaan. Nou, dit bloemetje is goed terechtgekomen. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Wil je ook iemand opgeven? Schrijf dan een mailtje naar tv@rtvhaldenbergen.nl.